niet! Wat? Boef Frank! Boef Frank! Het is ongelooflijk, die boef Frank. Frank! Het wordt tijd dat ik zijn verrassing maar eens af ga maken, jongens. Ik ga jullie meenemen. Nou, dat was weer een graf eind rijden. Nou, als het goed is hier op het strand, gaan we even hiervoor langs. Zo zou dus de tractor-poeling-wedstrijd... Dat is wel echt... Er loopt daar één iemand. Ga je verhaal halen. Hallo? Hallo? Nou, dat is gewoon een jogger, die heeft denk ik ook niks te zoeken. Nou, ik denk dat het nog niet is begonnen. Maar ik zie hier een hoop tractoren staan. En ik wil dus voor boef Frenkie een nieuw welkomstcadeau meenemen. Want hij, zijn tractor en trailer zijn dus in beslag genomen. Nou, hier zie je dus... Nou, ik denk... Je ziet hier 6 verschillende tractoren. Wat het verschil is, ik heb echt geen idee. Want uiteindelijk ga ik toch de tractoren door Henkie laten controleren natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk wel de voornaamste. Dan kan boef Frank ook lekker snel werken. Maar in ieder geval... Dus vooralsnog... Zie je hier 3 tracteuren. Dit is de tractor, wat staat daar? De tractor trekker 3000. En dit is de tractor trekker 3000 versie 2. Het verschil zit er denk ik niet veel in. Waarschijnlijk een strakkere motor. Dit is, even kijken. Nou, het ziet eruit als een antieke roesbak. De roesbak 23.11. Ik zie het alweer, jazeker. En dit zijn de nieuwe versies van de tractor 3000 die daar staan. Dit is de tractor 3001. In de tractor 3002 zie ik daar staan. Nou, dat vind ik wel goed. Ga ik die dadelijk eens eventjes lekker gebruiken, kopen, denk ik, weet het niet. Maar het probleem is, het is dan nog niet zo speciaal. Waarom staat hier een houttrailer? Dit is toch voor een vrachtwagen? Dit hebben we helemaal niet nodig, joh. Oké, we kunnen dus ook deze erbij doen. Want die is een keer gebruikt in een stream of zo, dacht ik, van boef Frenkie. Ik weet het niet meer zeker. Maar of deze hooibaaltrailer. Dus, ja... Ik laat jullie kiezen wat we ermee gaan doen. Ik koop gewoon deze, de hooibaaltrailer. En ik koop de nieuwe tractor 4000. Nee, 3001. Sorry, was het voor deze. En dan ga ik deze. Dat zijn gewoon dingen die ik kan gebruiken in het dagelijks leven. En dan ga ik deze. Ik ga hem even starten. Want ja, dan ga ik deze eventjes aan Henkie geven. Om deze later aan een cadeau te doen aan boef Frank. Want... Ja jongens, dit is toch echt de schaamte voorbij. Die komt amper vooruit. Moet je kijken joh, dit is toch erg. Oh mijn god, nou. Weet je wat het is? Hij heeft ook nergens geen grip. Oh, we gaan in één keer wel wat sneller. Dat is wel interessant. Nou, oké jongens, weet je wat we gaan doen? We nemen deze mee. Deze neem ik mee. Een van die groene daar in de hooibaal trailer. Die gaan we kopen. En die gaan we dus ook een beetje tunen enzovoort. Om een, ja, het mooiste te creëren voor boef Frank. Maar ik mis nog een beetje speciaal. Daar wil ik jullie kijkers bij betrekken. Ik wil jullie kijkers laten beslissen. Wat nou een leuk welkomstcadeau is voor boef Frank. Als hij ooit nog terugkomt. Of hoe hij terug gaat komen. Want ik weet het niet jongens. Ik heb ook nog niks van de Mellen gehoord. Van Roy en van Henkie. Die zijn vast iets aan het beramen. Ik heb echt geen idee. Want ik zag in een video dat Henkie zei dat hij boef Frank wil bevrijden. Nou, dat moet toch wel goed komen denk ik. Dus ik hoop dat ook echt, ik weet ook niet wanneer deze video precies online komt. Ik hoor een plimpje via mijn telefoon. Dat betekent dat we een abonnee erbij hebben op het kanaal van Svenergy. Dankjewel allemaal dat we even een duimpje omhoog doen. Ook even een comment achterlaten. Dus met jouw idee wat het speciaal zou maken. Dames en heren, jullie zijn geweldig. En tot bij de volgende video.